Goedendag. Ja, verschillen in Nederland vandaag. In het zuidwesten veel bewolking en ook perioden met regen. Terwijl het in het noorden van het land gewoon zomers is met heel veel zonneschijn. De dag begon ook heel mooi op veel plaatsen met nevel en mist. Lokaal was het dichte mist, dat is natuurlijk al lang opgelost. Terwijl het in het zuidwesten toch echt wel bewolkt was met de regen. We zien dat contrast van helder en zonnig weer en bewolkt weer ook heel mooi terug op de satellietfoto. Het zuiden van het land heeft wel te maken met die wolkenvelden. Met name Zeeland, daar is die bewolking echt wat dikker. Terwijl in het noorden van het land er vanochtend heel veel zon was. En ook vanmiddag zal dat zijn. Overigens Duitsland en ook Polen, stralend weer daar. Daar is het echt even zomer. Terwijl als je naar het zuiden gaat, daar toch wel die wisselvalligheid terug gaat zien. Als we iets gaan inzoomen, dan zien we dat ook nog even, dat verschil boven Nederland. En deze bewolking hier, ja, die is ook dik genoeg voor neerslagproductie. Er zijn perioden met regen. Er is een bandje met regen dat precies al de hele ochtend over Zeeland ligt. En ja, langzaam maar zeker komt die bewolking wel wat meer naar het noorden. En op die scheidingslijn, daar kunnen in de loop van de middag ook buien tot ontwikkeling gaan komen. Daar kunnen stevige buien bij zijn. Mogelijk ook met onweer. Laten we maar eens gaan kijken naar de weerkaarten. Dan zien we hier de kaart van woensdagmiddag 4 uur. Hier zien we dat neerslagbandje terug. Dat is dan ook wel een beetje Brabant ingetrokken. Buienactiviteit, dat lijkt allemaal nog wel mee te vallen. Maar hier in het noorden, hier zagen we ook al eventjes die activiteit, kunnen toch wel een paar stevige buien nog tot ontwikkeling gaan komen. En morgen hebben we ook te maken met buienactiviteit. Dan komt het ook wat meer naar het noorden. De echte warmte wordt dan uiteindelijk ook in het noorden van het land verdreven. Dat het af en toe echt wel flink kan plensen, dat komt ook wel mooi tot uiting. Als we kijken naar de hoeveelheid millimeters, we pakken de kaart op woensdagmiddag. Zeeland heeft dan al behoorlijk wat millimetertjes gehad. Langzaam maar zeker komt die neerslag wat meer naar het noorden toe. In het midden van het land ook wel kans op wat buienactiviteit dan in de avond en nacht. Intense bui is goed mogelijk en later ook in het noorden buienactiviteit. Maar dat is dan voor morgenmiddag dat daar ook een paar stevige buien kunnen gaan vallen. Al met al, lokaal, als je echt zo'n bui over je heen krijgt en misschien wel twee achter elkaar, kan er zomaar 20, 30 millimeter water vallen, hoor. Dat is wel iets. Maar dat is dan wel heel lokaal, laat dat duidelijk zijn. Goed, het beeld voor vanavond. We hebben die grote temperatuurverschillen vanmiddag. 16, 17 graden in Zeeland, in Groningen en ook in Drenthe gaan we wel naar 25, 26 graden. En dan zien we vanavond dat er nog steeds een groot contrast is, zo tussen de 14 en 21 graden. Met flink wat zonneschijn in het noorden en die buienactiviteit die zich wat meer uitbreidt naar het midden van het land. En morgen overdag, ja, dan is het in het zuiden echt wel bewolkt en zijn er perioden met regen. Als die storing overtrekt naarmate je meer naar het noorden gaat, krijgt de zon ook nog wel wat ruimte. En zeker in het noorden van het land kan de temperatuur nog wel gaan oplopen naar een zomerse 25 graden. De wind heeft morgen een zuidoostelijke voorkeur en is meest matig. En die buienactiviteit in het noorden, ja, dat zal dan ergens in de loop van de middag tot ontwikkeling gaan komen als die temperatuur zo hoog gaat uitkomen. Dat is dus het beeld voor donderdag. Dan gaan we ook even verder kijken. Vrijdag, het weekeinde. We hebben een Pinksterweekend voor de deur staan. En dat betekent dat het toch wel heel aardig zou zijn als het mooi weer blijft. Nou, het ziet er helemaal niet verkeerd uit. Maar helemaal droog zal het ook niet blijven. Dat heeft toch wel te maken met het feit dat het allemaal wat onstabiel is. Lage drukgebied boven Centraal-Europa op zaterdag. En hoge druk boven de oceaan. En de stroming, dat is dan voor ons over het algemeen toch een beetje uit die oost-noordoosthoek. En dat betekent vaak met die onstabiliteit door dat lage drukgebied dat in de loop van de dag er wel hier en daar buien tot ontwikkeling gaan komen. En dat zien we dan ook wel terug als ik de animatie aanzet. We zien dat blauw af en toe oppoppen. En dat betekent buienactiviteit. Dan wordt het weer wat droger en in de middag kunnen er dan weer buien tot ontwikkeling gaan komen. En zo gaat dat wel een beetje door. Het ziet er ook naar uit dat maandag bijvoorbeeld, tweede Pinksterdag, het over het algemeen droog en vrij zonnig zal zijn in het grootste deel van het land. Dus dat Pinksterweekend ziet er helemaal niet verkeerd uit, maar niet meer die zomerse warmte zoals we dat nu hebben en dus de kans dat er soms een bui gaat vallen. Ik heb het als volgt samengevat in deze vijfdaagse. Vrijdag en zaterdag, dat zijn toch nog wel dagen dat er een bui kan overtrekken. Zondag en maandag, nou eigenlijk gewoon overwegend droog weer met een lokale bui. Op maandag ook waarschijnlijk flink wat zon. En dinsdag kan dan weer hier en daar een bui gaan vallen. En dat allemaal bij temperaturen in het midden van het land, zo tussen de 18 en 20 graden. Meer naar het zuiden en oosten, dan kan het ook nog wel wat warmer worden.
Laten we maar eens even naar die temperatuurpluim tot slot gaan kijken. Dan zien we temperaturen die toch wel mooi op niveau blijven. Allemaal zo rond de 20 graden of wat hoger. Natuurlijk, er is wat onzekerheid. Heeft vaak te maken met die buienactiviteit die soms wel opbloeit en soms niet opbloeit. Maar al met al zijn dit helemaal geen verkeerde temperaturen voor deze tijd van het jaar. Vrijdag, dan is die temperatuur net even wat lager. Maar of dat echt merkbaar is, het zal meer te merken zijn in het weerbeeld, omdat die donderdag en vrijdag er dus vrij buiig uit gaan zien. Kijken we ook nog even naar de neerslagpluim tot slot. Nou, dan zien we inderdaad dat die donderdag en vrijdag er erg nat uitzien. Ook zaterdag kunnen er nog wel buien vallen. Maar daarna wordt het wat rustiger. En zeker tweede Pinksterdag, dat lijkt toch wel een overwegend droge dag te gaan worden. Nog een fijne dag.